tussen iets zeggen en iets daadwerkelijk doen zit soms een wereld van verschil. Denk maar aan je goede voornemens. Afvallen bijvoorbeeld. DS beweert dat het een volwaardig alternatief kan zijn voor premium merken als Audi, BMW en Mercedes. Ook in het C-segment. Hoog tijd voor deze DS4 om te bewijzen wat die waard is. En daarvoor heb ik dus deze A-klasse van Mercedes-Benz meegebracht. En wel een stekkerhybride, want zonder zo'n aandrijflijn heb je in het C-segment zo langzamerhand anders niks meer te zoeken. Hè? Dus de grote vraag is, kan Franks DS4 het echt opnemen tegen deze premium Mercedes A-klasse? Jongen, jongen, wissen. Het is april. Moet je kijken, we zitten in de sneeuw. Ja, maar april doet wat hij wil. Ja, een maatroerse start. Ja, zo in mei. Nou ja, goed. Je zei net ook al iets geks. Je zei namelijk achter het stuur van de Mercedes dat je zonder plug-in hybride aandrijflijn niet meer meetelt. Maar dat is helemaal niet waar. Want allebei de fabrikanten die beginnen met het leveren van benzinemotoren. Ja, ja, oké. Okay. En inderdaad, in die Mercedes kan je zelfs ook nog als diesel krijgen. Maar wat ik bedoelde te zeggen is dat, ja, weet je, als je een beetje hip en happening bent, dan heb je die stekkerhybride. Maar goed, je hebt gelijk, de goedkoopste versie van de A-klasse is een benzineuitvoering. En die kost €39.630, wat ik overigens best wel veel geld vind. En deze stekkerhybride, je raadt het al, is nog veel duurder. Die is €45.530. Nou, dan heb je de auto zoals die hier staat, maar je kan hem er ook als sedan krijgen met deze aandrijflijn. Ja, DS levert de DS4 maar in één carrosserievariant, want ik weiger simpelweg om de Cross als carrosserievariant te tellen. Ja. Prijzen beginnen bij €36.750. Let wel, voor een gewone benzineuitvoering. Wil je een plug-in hybride uitvoering zoals die wij vandaag hebben meegebracht, dan ben je minimaal €42.150 kwijt. En dat is een boel geld. Ja. Niet zoveel geld als ze bij Mercedes rekenen, maar veel scheelt het niet. Nee, het is inderdaad, hij is iets goedkoper dan de Mercedes, maar heb jij dan ook standaard navigatie? Heb jij standaard een in drie delen niklapbare achterbank en heb jij standaard een achteruitrijcamera? Nee, jij niet. Nee, dat nee, heb ik niet. Maar we hebben het wel over de goedkoopste plug-in hybride uitvoering. Ja, want die zouden we hier laten zien, dus die staan hier ook. Die Fransen zijn dan misschien meer premium dan goed voor ze is. Ja, maar ze doen het spelletje in de premiummarkt misschien iets korter ook dan Mercedes. Hè? Want die doet het al heel lang. En wat doe je als je premium bent? Want Mercedes blijft natuurlijk wel gewoon Mercedes. Maak je geen zorgen. Als je iets meer wil, tjaka, hup, open die portemonnee en betalen zal je. Apple CarPlay, extra betalen. Stroompuntje achterin, extra betalen. Dus ja, zo gaat het in de wereld van de premium motors. Hè? Ja, dat doen ze bij DS dan weer niet moeilijk over. Wat je ook standaard krijgt is zogenaamde Active Scan Suspension. Goed Frans wel. Inderdaad. En de auto houdt dan het wegdek voor zich in de gaten en stemt daar de onderstelafstemming op af. Dat is wel chic de vuur. Ja, dat is heel knap. Garantie ook zo spectaculair? Of? Nee, helaas niet. Sterker nog, die stelt flink teleur. Je kunt bij DS maar 2 jaar aankloppen mocht er iets mis zijn met de auto. En spelen er problemen met de batterijen, dan kun je 8 jaar of 160.000 kilometer terecht. Nou, maar dan kom jij nog goed weg, want ik heb met de Mercedes ook 2 jaar fabrieksgarantie op de auto. Maar een batterijpakket maar 6 jaar of 100.000 kilometer. Dat is dus kariger dan bij jou nog. Ja, dat is bepaald niet premium. Nee. Wanneer je in dit deel van de markt in de bovenste regionen meedraait, dan wordt er een hoop van je verwacht. Behalve op dit testonderdeel. Ja, dat klopt, ja. In het geval van de Mercedes lever je ten opzichte van de normale benzineversie zelfs 60 liter aan bagageruimte in. Want daar liggen die batterijen natuurlijk. Dus je hebt maar 310 liter bagageruimte. Dat is gewoon hartstikke weinig. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. In de DS kun je 390 liter spullen meenemen. Okay. En dat is slechts 40 liter minder dan in een reguliere benzineuitvoering van de DS4. Ja. Bovendien, ik heb ook nog eens een flinke tildrempel. Maar wat we dan gemeen hebben qua minpunten is dat er zowel in de Mercedes als in de DS niet is voorzien in een opbergmogelijkheid voor je laadkabels. Klopt, dus die slingeren door de kofferbak. En in jouw geval ben je dan eigenlijk al de helft van je bagageruimte kwijt. Ja, dat is echt zo. Ja, nou, en achterin zitten, hè, of we het nu over ruimte hebben, is ja, ook geen feest. Hè. Voor jou wel. Ja, met mijn postuur, ik pas nog wel aardig achterin. Hoewel, ik ben blij dat die Mercedes dan nog in de achterkant van de voorstoelen nog zo'n ruimte heeft gemaakt van, zodat je je knieën nog kwijt kan, want anders had ook ik daar niet echt goed gezeten hoor. Ja, maar goed, de rugleuning van de stoelen in de Mercedes is bekleed met knalhard kunststof. Ja.
Maar goed, zolang degene achter het stuur niet heel hard remt, ja, ben ik achter in de A-klasse nog altijd beter af dan in de DS4. Want daar is zowel de hoofd- als de beenruimte onder de maat. Zeg Buma, vertel ons even over dat scan-gedoetje van jou. Want ik vind dat heel bijzonder. Want zoals jij het net beschreef, en ik geloof je hoor, daar gaat het niet om, maar dat is voor een C-segment eigenlijk onwijs bijzonder. Als je dat bij een Mercedes wilt, dan zit je volgens mij al in een S-klasse of zo. Ja, klopt. DS levert het niet alleen op de 4, maar ook op de 9. Dat is ook een auto met het formaat van een S-klasse. Ja. En het is een unique selling point, zo kun je het wel noemen. Dat snap ik. Het werkt ook echt fantastisch, zolang je je aan een paar regels houdt. Ja? Zo werkt die Active Scan Suspension alleen in de zogenaamde comfortrijstand. Oh ja, en het moet buiten wel licht zijn. Hé, je bedoelt dat... Ja, dat bedoel ik, ja. Als jij niks ziet, doet de DS dat ook niet. Oh, dat is dan toch nog wel een dingetje waar ze iets aan moeten doen. Want die Mercedes, die strijkt die bobbels gewoon 24 uur per dag gelacht. Maar wel op een conventionele manier. Het mooie is, dat veersysteem is anders afgestemd dan van de benzineversies. Omdat hij dat batterijpakket heeft, daar is de auto wat zwaarder, moet je hem anders afveren. Dat pakt heel mooi uit. Hij is gewoon lekker comfortabel. Motor, je krijgt 218 pk en 450 Newtonmeter. En dat laatste, 450 Newtonmeter, even voor een goed begrip, dat is dus meer dan de goedkoopste AMG-versie heeft, hè, van de A-klasse. Ja, dat is dus veel. Dat is het voordeel van en een benzinemotor, ja, en een elektromotor. De DS biedt zelfs nog meer vermogen dan jouw A-klasse, maar minder koppel. 225 pk, zo, 360 Newtonmeter. En mijn trekgewicht ligt volgens mij ook een tikkeltje lager. De DS kan een aanhanger trekken van 1400 kilo. En bij jou is dat? Ja, 1600 kilo. Dus wel mooi, 200 kilo meer. Hé, hey, maar heb jij een beetje plezier van de automaat in jouw auto? Mwah. Op zich wel. Alleen als je bijna stilstaat, dan lukt dat de DS niet zonder dat er een schokje door de aandrijflijn gaat. Dat is echt zonde. Want de overgang van elektromotor naar benzinemotor en vice versa, wanneer je onderweg bent, die gaat juist weer ongemerkt. Oh. Dat is bij de Mercedes juist helemaal niet het geval. Als die overschakelt, dan zet hij je stem op en bam, en dan komt die motor er ineens in. Sorry? Bam! Zo klinkt het echt. Want hij springt bam zo naar de 2000 toeren en dan staat hij daar een beetje te gillen en te doen. Het grappige is, als je puur elektrisch wegrijdt, is het ding snel, jongen. Echt niet normaal. Maar zodra die benzinemotor erbij komt, lijkt het net of het hele boel in elkaar zakt en dan wordt het een soort gezapig karretje. Dat is een beetje gek. En die automaat vind je verder... Heb je geen aanmerking op? Nou, reageert een beetje traag, maar... Ik heb altijd ruzie met Mercedes-automaten. Het is niet normaal. Dat komt namelijk omdat je heel nadrukkelijk je rem moet indrukken als je van voor naar achteruit wil, of andersom. Ja. En als ik dus sta straatje keren of inparkeren, dan sta ik altijd midden op straat stil. Omdat ik dat even gehaast. Nou, vergeet het maar. Je moet even rem intrappen. Ja, dag. Dan blijven we aan de gang. DS maakt deel uit van het Stellantis concern en dat betekent dat we de aandrijflijn uit deze plug-in hybride DS4 al uit heel wat andere auto's kennen. Ik noem de Peugeot 308, de Peugeot 508, de Citroën C5 Aircross en de nieuwe Opel Astra. 12,2 kWh aan batterijen onder de laadvloer. Dat zou op papier goed moeten zijn voor een actieradius van 55 km louter op stroom. Ja, de Mercedes komt net wat verder, want die heeft net wat grotere batterijen. 15,6 kWh en daar zou je 74 km louter mee op stroom moeten kunnen rijden, zegt Mercedes. Nou, beide auto's beschikken over diverse mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de meegebrachte elektriciteit. Denk aan een spaarstand, maar bijvoorbeeld ook een brake modus op de automaat. En op die manier, als je die inschakelt, vloeit er extra remenergie terug naar de batterijen. De Mercedes heeft ook nog, als je het navigatiesysteem gebruikt, dan gaat die Mercedes zelf zitten uitvogelen wanneer die remenergie moet terugwinnen door te remmen of wanneer die auto laat uitrollen. Dat is best knap, toch? Ja, sowieso kun je in beide auto's ook aangeven dat je wat stroom wil bewaren voor later tijdens je reis. Omdat je dan bijvoorbeeld weet dat je een milieuzone betreedt. Ja, en dan komen we natuurlijk uiteindelijk bij de onvermijdelijke vraag. Wat verbruiken ze dan? Nou, de Mercedes had een verbruik van 1 op 22,9. In de praktijk, hè? Ja. In de praktijk. Ja. Dus met heel veel stekkeren. Ja. En dan zou je misschien denken, grote batterij, kleine batterij, dan zal die Buma wel minder zuinig hebben gescoord. Maar het feit dat Wisse nu zijn mond houdt, daaruit kun je al iets opmaken. Namelijk, 1 op 25,1 voor de DS4. Ja, ik moet dus gewoon nog meer stekkeren. Ja, dat moet je sowieso, hè, met dit soort auto's. Zonder stekkeren duvelt het hele verbruik in elkaar. Ik liet het net al even vallen, hè.
DS maakt deel uit van het Stellantis concern. Dat betekent dat hij onderhuids de nodige onderdelen deelt met nieuwe auto's als de Peugeot 308 en Opel Astra. Geldt ook voor de aanvullende veiligheidsuitrusting. En dat is aan de ene kant goed, maar aan de andere kant slecht nieuws. Oh, vertel. Nou ja, aan zich hebben die Fransen het goed voor elkaar met een uitgebreide selectie aan rijhulpsystemen. Het probleem is alleen dat je standaard een soort uitgeklede versies van die rijhulpsystemen krijgt. Dus wil je dat ze optimaal presteren, dan moet je meer betalen. Er komt nog eens bij dat de ergonomie ook nog eens heel vervelend is in het gebruik. Hij heeft namelijk een hele nadrukkelijke rijstrookassistent. Die moet je elke rit opnieuw uitzetten. Maar om dat te doen, let op, moet je naar een submenu en dan vraagt die auto... Weet je het zeker? Daar komt het eigenlijk op neer. Je moet bevestigen dat je dat rijhulpsysteem wilt uitschakelen. Als je mij ergens het bloed mee onder de nagels vandaan haalt, dan is het wel zoiets. Met al die tijd let je niet op de weg. Ja, dat is gevaarlijk. En ik kan me dat nog herinneren van de Peugeot 308 die we nog niet zo lang geleden op de redactie hadden. Die had dat inderdaad ook. Maar goed, die Mercedes die trekt ook geen volle zaal op dit punt hoor. Want deze Mercedes is een van de laatste die nog een ouderwetse lekkere remingreep geeft als jij onbedoeld van je rijstrook wisselt, als dat helemaal niet kan. Dan, jongen, je schrikt je helemaal de tandjes. En je, op een gegeven moment weet je ook dat hij het gaat doen en toch schrik je nog steeds. En dan krijg je dus juist dat je ongelukken gaat veroorzaken doordat je geen ongeluk wil veroorzaken. Het is gewoon waardeloos. Het middel is erger dan de kwaal. Ja, dat is gewoon niet goed. En het erge is dat juist dit systeem standaard op die auto zit. Wil je dingen als adaptieve cruise control of je wilt een fileassistent of je wilt een waarschuwing voor kruisend verkeer voor of achter die auto, dan moet je weer bijbetalen. Blijft Mercedes natuurlijk. En een achteruitrijcamera? Ja, die is standaard. Dat had ik al gezegd. Ja, maar ja. Ik neem aan dat je na een week in die auto wel hebt gemerkt dat je hem ook echt nodig hebt. Ik kijk altijd naar voren. Die raampjes zijn zo klein en die raamstijlen zijn hartstikke fors. En als je zo lang bent als ik, dan zit je ook nog eens onaangenaam hoog in de auto. Dat verbaast me echt aan een Mercedes. Toch, hè? Je zou een sportieve zit verwachten. Dat zit er niet in. Ik zit zelfs zo hoog met mijn 1,93 meter dat ik eigenlijk niet door de voorruit, maar tegen de zonneklep zit aan te kijken. Maar je bent ook belachelijk lang. Wat is er weer? Zie je, zit ze op je stoel te wippen? Ja, ik ben zo blij dat we eindelijk bij dit testonderdeel zijn aanbeland. Plug-in hybrides die doen er altijd best wel lang over om op te laden aan laadpaal. Uren. Maar deze Mercedes moet je wel 600 euro bijbetalen, want het blijft Mercedes. Maar als je die 600 euro uitgeeft, dan krijg je een extra laadmogelijkheid van 24 kilowatt. En dan kan je dus plotseling aan een snel laadpaal laden. Jazeker! En dat betekent dat je dus ook aan de snelweg dingetjes kan laden. En dat is gewoon super fijn. Dat vind ik geweldig. Dat ben ik wel met je eens. Dat is echt heel slim. Want normaal gesproken kun je natuurlijk alleen aan een regulier laadpunt met een plug-in hybride terecht. En dat lukt doorgaans alleen op je plaats van bestemming. Langs de weg, als je bijvoorbeeld even stopt om een broodje te eten, kun je dus nooit stroom in je batterij stoppen voor een extra gunstig verbruik. Ja. En jij kan dat dus wel. Ja, dat is super. DS biedt ook een snellere laadvoorziening aan, maar die is lang niet zo spectaculair. Want standaard laat de DS4 met 3,7 kilowatt, wat echt heel weinig is. En daar kun je dan van maken 7,4 kilowatt. Zo. Wat nog steeds heel weinig is, want je staat dus zomaar 2 uur aan de laadpaal. Ja, nou even iets heel anders. De Mercedes A-klasse was de eerste met dat hele mooie dashboard. Hè? Dat scherm, een heel breed scherm. M-Bux heet dat. Dat kan allemaal dingen leren van hoe jij met de auto omgaat. Op zichzelf hartstikke mooi. Er zit alleen één maar aan en dat is, het heeft ook een virtuele assistent. En die kijkt en luistert mee. Hij luistert vooral ook mee, want als je dan een gesprek hebt met iemand in de auto, dan plotseling zegt het ding, wat kan ik voor je doen? En dan moet je even annuleren. En dan zegt hij, ik heb het niet begrepen. Dat is echt onwijs irritant. Voor de rest, mooi systeem. Kan gelukkig ook uit, hè? Kan uit, ja. Bij de DS doen ze alles net even anders dan andere autofabrikanten. Dat kun je al zien, hè, aan hoe de auto eruit ziet. Persoonlijk vind ik die achterlichten prachtig. Ja, ik vind die hele auto mooi. En aan de binnenkant hebben ze ook iets bijzonders bedacht. De ventilatieroosters zijn daar namelijk weggewerkt achter het dashboard. Maar het is niet allemaal leuk aan boord van de DS. Want ik erger me aan de ergonomie van de auto. Je swipet een ongeluk en dan nog staan zaken soms op een plek waarvan je denkt, waarom staan ze daar? Ik had het eerder al over de rijhulpsystemen. Die verwacht je misschien bij instellingen onder auto of veiligheid. Maar nee, die staan in een app-menu. Ja, ik kan me daar vreselijk over. Ja, dat kan je altijd zo heerlijk ergeren. Dat vind ik altijd zo grappig. En dan heb ik nog iets. Oh, dat bedoel ik. Er zit dus een heel mooi aanraakscherm in, los van de interface, want die is lang niet zo mooi. Maar er zit nog een tweede schermpje in. Dat zit voor de keuzehendel van de automaat. Maar het heeft eigenlijk geen functie. Want wat kun je daarop doen? Nou, je kunt je bestemming uitschrijven met je vinger. Ja, dat is
altijd omslachtiger dan gewoon een spraakcommando geven. Ja. Of het intoetsen op het grote aanraakscherm. En als je het maar lang genoeg indrukt, dan moet je dus eerst kijken of je daarmee bezig bent. Dan wordt het een soort van muis voor het grote scherm. Super omslachtig. Wie gebruikt dat nou? Ja, ja, je hebt gelijk. En het grappige is, de Mercedes heeft exact datzelfde. Ik heb het gebruikt omdat ik de auto testte. En daarna gauw niet meer gebruikt. Want het is onveilig, het is onhandig. Het, inderdaad, het slaat nergens om. Lexus heeft het ook, hè? Vonden we het ook al zo'n slecht systeem. Gewoon weg ermee. Ja, dan komen we natuurlijk nu bij de onvermijdelijke vraag terecht. Heeft de DS4 inderdaad genoeg zaken aan boord om de Mercedes het leven moeilijk te maken? Ja, wij vinden van wel. Het is een heerlijk comfortabele auto met een eigenzinnig ontwerp waarvoor we onderweg de nodige opgestoken duimpjes kregen. Oké, de aandrijflijn is niet zo geraffineerd en de prijs ronduit stevig. Maar ja, daar kampt jouw Mercedes ook mee. Ja, en de Mercedes heeft niet allerlei argumenten waardoor hij toch nog afstand kan nemen van die DS4. Sterker nog, de DS4 is ook nog eens stiller en zuiniger. Kortom, geen loze woorden van de Fransen. De DS wint dit vergelijk. Ja, en nou die Franse woordhouden, hè? Wordt het voor jou ook niet de tijd om een goed voornemen in te gaan lossen, vriend? Hoezo? Ik rook niet, ik drink nauwelijks. Nee, maar er zijn nog meer dingen die je met mate kan doen. Ja, ja, fitness bijvoorbeeld, hardlopen, wielrennen, patel, suppen, door de wolken, crossfit.